Dus eigenlijk zou ik willen vragen of ik een stukje gevogelte, een stukje rund en u zei dat u ook vark had in de vorm van schnitzel, ook fijn om mee te nemen. Dit is Joost en dit ben ik, Niels. En wij hebben dus een truc waarmee je van elk restaurant gratis eten meekrijgt. Hartstikke bedankt. Je hoort het goed, 100% gratis. Kijk hem eens even hoor, de oude inspecteur. Ja, wat gaan we vandaag inderdaad doen, Joost? We gaan een inspectie doen langs allemaal wegrestaurants en dan gaan we even de voedselkwaliteit controleren en uiteraard de hygiëne. Wat doe je met voedselkwaliteit controleren? Kijken hoe het smaakt. Nou ja, ik moet kip of een hamburgertje of wat dan ook echt in een zakje doen. Dat zakje wordt dan naar het lab gebracht, hier zo. Ja. En dat lab kan al vrij snel dichtbij het wegrestaurantje staan. Maar dat lab is eigenlijk je maag, toch? Dat lab zou wel eens mijn maag kunnen zijn, ja. Hygiëne en voedsel- en waarinspecteur. Grap, ik zou je geloven. Ja, echt? Ja, kijk even hoe je erbij staat. Handschoentjes aan, net in het pakkie, ja. Mondkapje. Nou, jij bent ready. Goedendag, hallo. Kan ik bij u zijn? Ik ben van het Nederlandse Voedsel- en Wareninstituut. Ik kom een kleine inspectie doen. Ja. Het gaat even om het vlees voornamelijk. Wil je meenemen? Heeft u een hamburger die, ja, zoals u ze doorgaans zou maken voor mij? Dan kan ik die even naar het lab brengen. Maken? Ja, is dat mogelijk? Natuurlijk, gewoon gehaard. Ja, ja, heel graag. Gaat er 8 minuten uur? Ja, alle tijd. Dank u wel. Excuse. Ja, het is gewoon een random controle, dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Het is alleen meer dat er wat nieuwe virussen, zoals u weet, en ook bacteriën actief zijn in de wereld. Check jullie ook of het geregistreerd zijn, de mensen, of is dat niet jullie taak? Nee, nee, het is niet onze taak. Nee. Het gaat om bacteriën en een stukje hygiëne, maar ik zie al dat er een aantal maatregelen worden getroffen waardoor dat in orde zit. Ja, gelukkig zijn we wel goed bezig, maar ja. Ik hoop dat dit ook goed is. Nee, ja, helemaal goed. Een paar minuten meer. Ja. Geen probleem. Nee, dat maakt niet uit. Ik breng het even naar de auto en dan hevel ik hem over in een grotere zak. Hartelijk dank. Nou, ja, waarom niet, hè? Ja, dank u wel. Nou, geen bericht is goed bericht. Mocht er echt wat aan de hand zijn, dan wordt contact met u opgenomen. Maar ga ervan uit dat het oké is. Moet ik een rondje lopen? Of, ja, natuurlijk is het. Oh, hier zo, ja. Dank u. Yes. Fijne dag. Tot ziens. Kijk eens. Het is hem gelukt, hoor. We hebben gewoon een hamburgertje. Laat eens kijken, ouwe. Even kijken. Dit is wel echt een quality burger. Het is ook niet gewoon dat hij me vlees meegaf. Ja. Nee, ik heb hem gewoon echt met een broodje erbij en sla. Zullen we hem splitten? Ja, dat is niet coronaproof. Ah, jammer. Joost krijgt niet. En? Gozer. Smaakt het naar meer? Dit smaakt naar meer. Jij moet ook even wat regelen. Jossa. Ja, Nielsie. We staan hier bij het HJ-restaurant, ook langs de weg. Ik zie ook op het dingetje staan, eten bevat maximaal toegestaande UCL, oftewel de bacteriën. Waar staat UCL voor, Pink? Geen idee, ik heb het zelf verzonnen gisteren. Het klinkt gewoon heel moeilijk en ja, je gaat er geen vragen over stellen. Nee, duidelijk. Ik UCL. Ga het gewoon doen, Pink. Als ik kok was en ik zou dat horen, UCL, kut man, ik heb echt niet goed opgelet tijdens de koksopleiding. Klopt. Heb jij nog honger? Ja. Waar heb je zin in? Ja, kip of zo. Dan ga ik voor kip. Oké, top. Zo weer spannend, ouwe, zo'n klassieke gierige gasten. Lekker man. Het is wel weer lekker. Het werd weer eens tijd. Een klassieke gierige gastenaflevering. Dat voel je ook gewoon gelijk. Je voelt die spanning. Dat heb ik gemist. Mooi man, dit. Hele goede middag. Ik zou je heel graag een hand willen geven. Kan helaas niet. Nee, hallo, aangenaam. Ik ben Joost. Ik ben van het Nederlands Voedsel- en Wareninstituut. Wij controleren gewoon de kwaliteit van de vleesproducten. En ik geef dus ik kon niet beoordelen qua hygiëne. Maar ik geef je wel tips in het geval dat ik iets zie. Zou ik een kijkje mogen nemen? Van mij wel, hoor. Top. Dan trek heel even mijn handschoenen vooraan. Ja, is goed. Mag ik hier naar binnen komen? Ja. Dankjewel. Zo, ik, als het goed vindt, neem ik gewoon eerst even een kijkje. Even wat ik allemaal zie. Kan ik even laten adviseren. Ja.
Ik kom wel eens in keukens dat ik denk, dit lijkt wel een schaatsbaan, zo glad is het. Maar dit ziet er allemaal erg goed uit. Dan gaan we een stofsample nemen van de vloer. Goedemiddag, mag ik u een vraag stellen? Hoe vaak verschoont u het frituurvet? Maximaal 3 dagen geopend kan bewaren. Zoals, dat je het maximaal 3 dagen kan bewaren als het geopend is. Dus als je het zonder afsluit, dat het na 3 dagen weg moet. Is gewoon een kleine tip die ik geef. Het ziet er allemaal super top uit. Als ik bijvoorbeeld hier mijn staafje overheen haal. Nou, dan ziet u, spik en span. Maar deze haal ik net erover. Dat is aan de achterkant bij waar uw bewaarbakjes zijn. Ja. Ik zal het niet moeilijk doen, maar ik geef gewoon even de tip. Ja. Ik zal dat ook meenemen in het vervolg. Dat, omdat je in die bakjes bewaar je eten, et cetera, et cetera. En dat ligt er op een, zoals zijn, minder dan een halve meter afstand. Zou ik voor het hem meenemen? Ja. Maar als het zou mogen, voor inspectie, we controleren de kwaliteit van het vlees. Komen we ook op terug. Kunnen we allemaal zien in het laboratorium wat voor eventuele bacteriën erin zitten. Of de toegestane UCL, dat daaraan wordt gehouden, dat daaraan wordt voldaan. Dus eigenlijk zou ik willen vragen of ik een stukje gevogelte, dus of in de kip of kalkoenvorm, een stukje rund, of een burger of een biefstukje wat u ook heeft. En u zei dat u ook vark had in de vorm van schnitzel, ook fijn om mee te nemen. Ja. Zou ik even in het restaurant wachten? Sta ik ook hier in de weg? Ja? Top. Yes. Dank u wel. Yes. Ja, heel graag. Het liefst als het geserveerd wordt. Ik zal het meegeven. Mag in deze 3 zakjes. Die zakje? Ja. Dat is helemaal goed. Neem ik hem mee. Dank u wel. Ik heb nog een theetje gehad. Ik zal hem even afrekenen. Ja, nee, dat is van ons. Van jullie? Ja. Hartstikke bedankt. Okay. Fijne dag. Merk ze. Het is gewoon geluk. Dit werkt als een trein. En zo liep onze vriend zonder enige moeite naar buiten met 3 stukken vlees. Alleen door een damaged file vanaf mijn camera hebben we dus geen beelden dat we daadwerkelijk opeten. Maar goed, gelukkig hebben we de foto's nog. Oh ja, en voor de complotdenkers, ja, mijn camera liep. Dit was gratis fastfood 3.0. Wil jij nog toevallig andere manieren zien hoe je gratis fastfood kan fixen? Dat kan. Kom nu even een pop-up ding ergens in beeld. En dan kun je de andere video's bekijken waar we in de gratis fastfood kunnen fixen. Abonneer ook even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En stem ons naar de televisiering gala. Hè? Link staat in de beschrijving. En dan gaan we daar ook weer een truffels 2.0 opnemen. Wat zeg jij nou? Toch? Of niet? Toch? Gaan we gek? Ja, we gaan gewoon gek daar, toch? Oké, okay. Doei.